Goedenavond. Irak heeft gedreigd water en licht van een aantal ambassades in Kuwait af te sluiten. De Iraakse regering heeft bovendien meegedeeld dat van de ambassades die niet willen sluiten, wel de vrouwen en kinderen weg mogen, maar de mannen moeten blijven. De Iraakse minister van Informatie vanavond over de ambassades. Hadi Agherlein. وبعدها لا توجد سفارات في الكويت وتسقط الحصانة الدبلوماسية عن أي شخص يبقى في الكويت وهو يتحمل المسؤولية ولذلك الاستجابات كانت واسعة وينتهي كل شيء في هذه الليلة. De zegsman van het Witte Huis, Fitzwater, gaf vanmiddag aan hoe de situatie rond de Amerikaanse ambassade in Kuwait is. En eerder vandaag gaf de Noorse ambassade in Kuwait een indruk van de situatie daar. Iraqi forces of one kind or another are around the embassy. They have not made any moves against the embassy or intruded in any fashion, but they are nevertheless present. The Norwegian embassy, together with many others, as it says, are surrounded by Iraqi soldiers with hand weapons. And so far, there's been no attempt to try to get into the embassy premises. In het crisiscentrum van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt de situatie rond de ambassades in Kuwait met spanning gevolgd. Minister Van den Broek is hier net teruggekeerd van het kabinetsberaad. Hij heeft daar nou sporadisch aan meegedaan vandaag, maar vanavond is hij toch nog een paar uur daar gaan bijzitten. En hij heeft zich net op de hoogte laten brengen van de laatste ontwikkelingen in die zenuwoorlog waar we net ook over hoorden. De minister wil niet iedere keer ingaan op steeds nieuwe ontwikkelingen, zo in de trant van wat gaat u nu doen nu het gas en het licht en het water mogelijk worden afgesneden van de Nederlandse ambassade. Er is bovendien geen contact met de Nederlandse ambassade op het moment. Men heeft al enkele uren niets gehoord. Men gaat er overigens wel vanuit dat ook bij ons, de ambassade, het licht is afgesneden nu, de elektriciteit. Intussen is er ook nog geen nieuws over die Nederlanders die zich hebben aangesloten bij konvooien op weg naar Irak. Er zijn van die Nederlanders, maar waar ze nu zijn, hoe ver ze zijn gekomen of ze zijn opgehouden, geen enkel nieuws is er bekend. We blijven hier nog tot het late journaal. De crisisstaf blijft bezet. De minister blijft voorlopig ook nog hier. Maar men rekent eigenlijk niet meer op nog veel te horen. Tot zover. De lidstaten van de Europese gemeenschap willen een bijeenkomst van de Veiligheidsraad. Ze vragen om een veroordeling van het Iraakse besluit de ambassades in Kuwait te sluiten. De Nederlandse regering wil van de Veiligheidsraad een snelle uitspraak over het handelsembargo tegen Irak. Gebeurt dat niet, dan zal ons land een eigen standpunt bepalen. De ministers Van den Broek en Ter Beek hebben dat meegedeeld. Intussen zijn de 5 permanente leden van de Veiligheidsraad het vrijwel eens over een resolutie die minimaal wapengeweld toestaat voor een effectief VN-embargo tegen Irak. Volgens het Witte Huis schort het nog steeds aan de uitvoering van het embargo, vooral vanuit Jemen. That's just one of many areas. Prominent other ones would include aviation shipments into Baghdad of one kind or another. Military material that appears to be coming in through some routes. And also the procurement of chemical warfare products, which we have great concern about. And that appears to be taking place from some other countries as well. Tot dusver stond de Sovjet-Unie als grote vriend van Irak een resolutie in de weg. Maar vanavond stuurde president Gorbachev een spoedboodschap naar Saddam Hussein. En daarin riep hij Irak op onverwijld de VN-resoluties op te volgen en zich terug te trekken uit Kuwait en de buitenlanders vrij te laten. Anders, denkt Gorbachev, zal de Veiligheidsraad passende aanvullende maatregelen moeten nemen tegen Irak. De financiële markten waren licht in herstel na de zwarte dag van gisteren. De olieprijs daalde en dat bracht wat rust. Maar beleggers blijven voorzichtig door de spanning in de golf. Op Wall Street ging de Dow Jones Index bijna 50 punten omhoog. Vanaf de opening stond de beursbarometer hoger. Door de koersval van de afgelopen dagen zijn de prijzen laag en dat trok koopjesjagers aan. In Amsterdam eindigde de koersindex 0,1 punt lager. De onzekerheid in het Midden-Oosten blijft beleggers parten spelen. Ze vrezen een nieuwe koersval als de situatie daar escaleert. In Tokio zat de Nikkei-index met een winst van 428 punten flink in de plus. Dat kwam door geruchten dat Irak elite-eenheden zou terugtrekken uit Kuwait. Toch werd nog geen derde van het verlies van gisteren goedgemaakt.
De dollar deed het in New York met een winst van bijna 2 cent flink beter. Vandaag werd bekend dat de groei van de Amerikaanse economie nog meevalt en dat gaf de dollar een steuntje in de rug. Italië heeft de grenzen gesloten voor Oostenrijkse vrachtwagens. Het is een vergelding voor de belemmeringen die Oostenrijk het vrachtvervoer uit andere landen oplegt. Vrachtwagens veroorzaken volgens Wenen vooral 's nachts te veel geluidsoverlast. Vanavond heeft Oostenrijk weer een noord-zuidroute gesloten, die door de Arlbergpas. Ook Nederlandse transporten naar Italië ondervinden daar veel schade van. Vrachtwagens moeten honderden kilometers omrijden. Minister May van Verkeer heeft haar Oostenrijkse collega al gevraagd tenminste enkele doorgaande wegen open te houden. De ministerraad is het vanavond eens geworden over de begroting voor het volgend jaar. In de Haagse studio, Hans Laroes. Een van de problemen waar de ministerraad mee te maken had, was een gat van 900 miljoen in het volgend jaar. En dat probleem wordt niet opgelost door bijvoorbeeld de belastingen te verhogen, maar er wordt gerekend met meer inkomsten met name uit aardgas. Want de prijs van het aardgas is gekoppeld aan de prijs van de aardolie. En die prijs is de laatste tijd, dat zal bekend zijn, nogal hoog. Toch waarschuwen zowel premier Lubbers als minister Kok van Financiën ervoor dat de Nederlandse economie in zwaarder weer terecht aan het komen is. En dan was het probleem van de inkomens. Zoals het er naar uitzag, zouden de mensen met de hogere inkomens er meer op vooruit gaan dan de mensen met de lagere inkomens. En dat was voor minister Kok en zijn hele Partij van de Arbeid onverteerbaar. Maar het kabinet vordert op dat gebied. Minister Kok zei daar zojuist het volgende over. Dit kabinet is een centrum-links kabinet. En ik denk dat in dit kabinet wat meer dan in het vorige, mag ik misschien toch zonder overdrijving zeggen, dat idee van een beetje gelijkop wat de inkomensontwikkeling betreft natuurlijk zwaarder doortikt. Maar dat moet in zo'n coalitie dan ook wel klikken en kunnen. En ik vind met alle verschillen die er soms waren en ook af en toe nog zijn, dat CDA en PvdA daar toch met af en toe fikse discussies, maar toch in een goede sfeer en uiteindelijk met behoorlijke resultaten lijken uit te komen. Volgende week dinsdag gaat het kabinet daar verder over praten. En dan komt er waarschijnlijk een pakket van maatregelen en maatregeltjes, waardoor er een evenwichtiger inkomensbeeld ontstaat, waardoor de mensen met de lagere inkomens er dus meer op vooruit gaan dan in eerste instantie de bedoeling leek. Tot zover dit laatste nieuws vanuit Den Haag. In Libanon is vanavond de Ierse gijzelaar Brian Keenan vrijgelaten. Dat is meegedeeld door de groep die hem meer dan 4 jaar heeft vastgehouden, de Islamitische Dageraad. Keenan is overgedragen aan Syrische officieren die hem naar Damascus zullen brengen. In Libanon zitten nu nog 12 westerlingen vast als gijzelaar. Naar wordt aangenomen zijn ze allemaal in de handen van pro-Iraanse groeperingen. De politie in Zuid-Afrika heeft ruimere bevoegdheden gekregen om op te treden tegen de onrust in zwarte woongebieden. 27 zwarte woonwijken zijn uitgeroepen tot onrustgebied. De afgelopen 11 dagen vielen er bij gevechten tussen aanhangers van de Inkatha-beweging en van het ANC al meer dan 500 doden. Aan het bloedvergieten en aan de chaos moet een onmiddellijk einde komen, verklaarde minister van Wet en Orde Adriaan Vlok. De stad Utrecht staat weer in het teken van muziek uit vervlogen tijden. In de Domstad is voor de 9e keer het Festival Oude Muziek van start gegaan. Georg Friedrich Händel is dit keer de festivalcomponist. Op het programma van het openingsconcert staan dan ook enkele van zijn werken. In het muziekcentrum Vredenburg speelde Leo van Doezelaar solo in een orgelconcert van Händel. Daarna zong de sopraan Emma Kirkby liederen van Händel. In Utrecht worden dit jaar meer dan 60.000 belangstellenden verwacht voor de 101 voorstellingen. Muzikanten uit 18 landen treden op 28 verschillende locaties. Veel concerten worden gegeven met authentieke instrumenten. Festival Instrument is de klaverscimbel. Dat instrument was te horen in het derde onderdeel van het openingsconcert. Het Freiburger Barokorkester speelde het derde Brandenburgse concert van Johann Sebastian Bach. Het festival duurt tot 2 september. Voetbal. Er is vanavond een wedstrijd gespeeld in het betaalde voetbal. Roda JC tegen Twente en het werd 1-2.
Het weer nog. Vannacht en morgenochtend kan er op enkele buien gerekend worden die mogelijk gepaard gaan met onweer. 'S Middags blijft het droog en laat de zon zich regelmatig zien. Aan de kust wordt het 21 graden en in het oosten van het land wordt het een graad of 25. Dit was het 11 uur journaal. Goedenavond.